We kunnen niet meer om diversiteit en inclusie heen. Ik bedoel, de arbeidspopulatie is gewoon steeds uh, diverser. En uh, in de huidige krappe arbeidsmarkt en met de komende vergrijzing um, hebben we iedereen hard nodig op de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat het uh, ook gewoon niet langer een, een luxe is om over diversiteit na te denken. Het is gewoon noodzakelijk. We zien dat organisaties vaak ingericht zijn op een bepaald type medewerker. En dat is toch nog heel vaak de witte heteroseksuele man zonder functiebeperking. En je ziet dat mensen zich steeds meer bewust worden van de diversiteit die er is. Uh, en die diversiteit kan echt op heel veel niveaus plaatsvinden of op heel veel, uh, het kan om heel veel type uh, diversiteitsdimensies gaan. Dat zijn aan de ene kant de meer relatief uh, zichtbare diversiteitsdimensies, zoals um, uh, etniciteit of huidskleur. Um, in zeker opzicht misschien ook gender uh, en ook de relatief minder zichtbare kenmerken, zoals seksuele oriëntatie. Uh, mentale functiebeperking die je niet direct aan mensen ziet. Ja, we weten uit onderzoek dat uh, diversiteit heel veel positieve consequenties kan hebben, zowel voor uh, organisaties als voor medewerkers. Dus het kan leiden tot meer innovatie, meer productiviteit, misschien wel meer enthousiasme hè, door alle verschillende perspectieven die samenkomen. En tegelijkertijd kunnen die consequenties alleen optreden op het moment dat er sprake is van inclusie in de organisatie. Dus als iedereen ook die perspectieven op tafel kan leggen en er echt gehoord, uh, ja, dat medewerkers echt gehoord worden. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is... dat um, wanneer er diverse teams samenwerken... dat er ook daadwerkelijk tussen de verschillende klikjes in zo'n team wordt samengewerkt. Uh, dat dan de kwaliteit van het werk en, en de innovatie van het werk veel beter is. Terwijl um, de werknemer zelf, en, en zeker toch de, de doorsnee witte man... Uh, het idee heeft dat het, dat het werk beter is wanneer ze in een homogene groep samenwerken. En dat... Uh, omdat dat gewoon prettiger en, en makkelijker werken is. Dus ja, het is belangrijk om te beseffen dat, dat diversiteit uh, soms ook gewoon schuurt. We kennen allemaal de, de formele structuur van een organisatie, maar daarnaast heeft eigenlijk elke organisatie ook een informele structuur. En die informele netwerken, die zijn vaak gesegregeerd. Nou, en dat is nadelig om twee redenen. Stel nu dat je een, um, een vrouw van kleur bent, dan is de kans niet zo groot dat in jouw informele netwerk veel uh, vrouwen van kleur met een machtige positie in de organisatie zitten, want die zijn er nu eenmaal niet. Maar zelfs wanneer je dan als um, niet-doorsnee witte man-werknemer uh, toch investeert in informele banden met um, ja, de, de machtiger uh, mensen binnen de organisatie of de mensen die meer voor je kunnen betekenen, dan uh, haal je daar vaak nog niet hetzelfde uh, voordeel uit. He, dan, dan wordt er toch nog niet zo vaak aan jou gedacht wanneer er een, een leuk, prestigieus project te vergeven is. We weten ook dat uh, als mensen zich anders voelen op het werk en er is niet sprake van een inclusief werkklimaat. Hè, dus uh, anders zijn wordt niet gewaardeerd en mensen kunnen niet hun uh, anders zijn uh, ja, inbrengen in de organisatie. Dat diversiteit dan leidt tot een verminderd gevoel van inclusie voor medewerkers. En dat heeft weer gevolgen voor hun welbevinden, uh, voor hun prestaties. Uh, wat ook weer voor de organisatie negatieve gevolgen heeft. Nou, één misvatting is uh, onder uh, werkgevers bij organisaties dat ze er zijn wanneer ze maar een diverse werknemerspopulatie binnenhalen. En dat is niet zo. Het moet wel ook werken op de werkvloer, dus er moet, er moet samengewerkt worden, er moet. Um, uh, constructieve frictie uh, tussen verschillende uh, werknemers zijn. Ja, een van de misvattingen is eigenlijk dat uh, als het niet baat hè, beleid om diversiteit en inclusie aan te jagen, dat het dan ook niet schaadt. En dat weten we uh, dat dat niet klopt. Dus uh, dat diversiteitsbeleid ook wel degelijk negatieve gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld een, een training om uh, bewustzijn te bevorderen of om vooroordelen te verlagen kan leiden tot weerstand, kan leiden tot uh, meer vooroordelen, als niet wordt gehouden met de, de psychologie van mensen in de organisatie als niet uh, gedacht wordt aan mogelijke gevoelens van hè, in de verdediging schieten bijvoorbeeld van deelnemers. Het is dus heel belangrijk om steeds de effecten ook van uh, interventies te blijven monitoren en te kijken van wat is nou eigenlijk het effect dat je ermee bereikt en is dat het effect dat je daadwerkelijk wilde bereiken. Een andere misvatting is dat er een uh, complotgaande zou zijn van, van witte mannen om de rest buiten te sluiten. En, en zo zie ik dat zelf niet. Er is geen groot complot. Het zijn simpele menselijke processen die tot een bepaalde uitkomst leiden. En uh, nou ja, in, in sommige gevallen is er wel een complot overigens... en daar moet heel hard tegen opgetreden worden. Maar wanneer het niet zo is, wanneer het meer gaat om die onbewuste processen... dan is het ook belangrijk dat we bekijken... oké, okay, hoe, hoe loopt dat nu en hoe kunnen we daar... Deels in meebewegen en deels tegenin gaan. Een andere misvatting is dat uh, als uh, inclusie over alle mensen in de organisatie gaat, hè, wat natuurlijk zo is, dat uh, je dan geen doelgroepenbeleid zou moeten voeren, dus dat je dan niet zou moeten letten op specifieke groepen medewerkers of extra aandacht aan hen zou moeten besteden, terwijl dat wel zo is. En je moet naast dat identiteitsbewuste beleid, waar je dus extra aandacht aan bepaalde groepen besteedt, ook identiteitsblind beleid, waarbij je dat niet doet, uh, hebben. En die combinatie maakt eigenlijk goed beleid. Dus dus zowel zorgen voor bijvoorbeeld een wervingsmechanisme waarbij groepen, groepslidmaatschap geen rol speelt, als voor specifieke initiatieven om ja, mensen ook zichtbaar te maken in de organisatie. De reden daarvoor is dat de, de norm, hè, die normmedewerkers, die vaak wit, heteroseksueel, man zonder functiebeperking is, dat die uh, heel uh, krachtig is. Dat daar een hele krachtige werking van uitgaat. En als je dus geen aandacht aan specifieke doelgroepen besteedt, die uh, die norm eigenlijk in stand blijft. Dus je moet uh, dat anders zijn, dat verschil moet je zichtbaar krijgen in de organisatie. Die diversiteit wil je zichtbaar maken. Uh, dat kan je onder andere doen uh, door aandacht te besteden aan specifieke dagen voor medewerkers. Uh, zoals uh, Pride, hè, voor uh, LBTI-medewerkers bijvoorbeeld. En echt uh, aan te geven dat dat ook belangrijk is voor je organisatie. Als het over diversiteit gaat, dan hebben we het heel vaak over de, de typisch hoogopgeleide randstedelijke diversiteit. Dus veel aandacht voor LHBTI. Uh, voor kleur. En dat is allemaal belangrijk. Maar er zijn ook heel veel plekken in Nederland waar um, die diversiteit eigenlijk uh, veel minder een, een rol speelt. Dus als je ergens een kleine organisatie op het platteland in, in Groningen hebt, dan ben je misschien veel meer bezig met diversiteit op grond van uh, sociaal-economische achtergrond. Uh, misschien moet je meer bewust zijn van, uh, van analfabetisme. Uh, misschien moet je meer bewust zijn van. Um, uh, religieuze uh, verschillen die, die er leven. Dus um, het is belangrijk dat je ook als organisatie nagaat: hé, hey, waar zit de diversiteit eigenlijk uh, bij mij? Het is goed je te realiseren dat inclusie eigenlijk op drie verschillende uh, niveaus plaatsvindt. Dus je hebt inclusie op het experientiële vlak, hè? hoe voelt het om geïncludeerd te worden, hoe voelt het misschien om weerstand te ervaren tegen diversiteitsbeleid. Um, daarnaast het symbolische vlak, dus wat zie je om je heen, wie is die normmedewerker en hoe merk je dat bijvoorbeeld aan wie er in het bestuur zit, hoe divers uh, het bestuur is of welke portretten er aan de muur hangen. Uh, dat zegt iets over wat gewaardeerd wordt binnen de organisatie. En, uh, ten Ten derde het uh, institutionele niveau. En dat gaat meer over de wet- en regelgeving, het beleid dat is ingevoerd en uh, de systemen zoals die er zijn. Nou, dus bijvoorbeeld, zoals in administratiesystemen, of je daar als je non-binair bent, bijvoorbeeld, ook jouw genderidentiteit kunt aanvinken. Ik denk een hele belangrijke eerste aanbeveling is dat um, uh, in plaats van te gaan bedenken hoe je nu mensen binnen kunt krijgen, is te beginnen met de mensen die je al binnen hebt. Um, hoe houd je ze binnen? Zijn ze tevreden? Krijgen ze voldoende kansen? Het is namelijk makkelijk om meteen naar de, uh, de werving te gaan. He, dat is makkelijker tellen, makkelijker uh, scoren. Um, um, maar je moet die mensen vervolgens wel duurzaam aan je binden. En een andere is om eens heel goed te kijken naar het beleid dat je eigenlijk al hebt gemaakt. Want dat beleid heeft vaak uh, bepaalde assumpties. En die assumpties gaan over de, de typische werknemer die een organisatie heeft. En dat is toch heel vaak. De witte heteroseksuele man met thuis uh, een vrouw die uh, het grootste deel van de zorg en kinderen uh, voor uh, haar rekening neemt. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen. Uh, niet zo. Dus ga systematisch door al het beleid dat je hebt op grond van, van verlof, werk-privébalans, declaraties, et cetera, voor wie is dat beleid eigenlijk bedoeld en past dat wel bij de werknemers die je hebt. De eerste aanbeveling is om uh, op die drie niveaus te werken, dus en dat institutionele niveau, dat experientiële niveau en dat symbolische niveau, om daar aandacht voor te hebben in je beleid. Een tweede aanbeveling is om uh, niet te veel te focussen op losse initiatieven, maar echt na te denken over de manier waarop je het beleid implementeert. En dan te werken volgens wat wij noemen een best methods aanpak in plaats van een best practices aanpak. Elke organisatie is ook anders, dus je moet heel erg kijken naar wat past bij jouw organisatie. En dat doe je dan op uh, zowel het uh, niveau van uh, instroom, van inclusie, van doorstroom en van uitstroom. En volgens de systematiek waarbij je eerst kijkt naar wat je strategische visie is op DNI, vervolgens je doelen daaruit afleidt die je smart formuleert, dus meetbaar maakt, realistisch, um, specifiek, uh, waarna je gaat kijken welke initiatieven daarbij horen. Die je vervolgens weer evalueert op hoe goed de doelen bereikt worden. En je houdt daarbij ook rekening met draagvlak onder medewerkers. En zo werk je eigenlijk elke keer volgens dat vaste stappenplan. Op die manier zie je ook wat werkt, wat niet werkt, wat je eventueel moet bijstellen. Um, ja, en hou je rekening met of het aansluit bij wat medewerkers uh, willen.